Ik ben onderweg naar Ajit Barkas, de praatgrage trendwatcher. En ik wil het vanavond overal met hem over hebben, behalve over trends. En ik ben heel benieuwd of me dat gaat lukken. Ja, interviews over geloof heb ik wel vaker gehad vanwege mijn boek The Future of Faith over religieuze trends. Alleen zijn ze nooit heel persoonlijk geweest, dus ik ben wel heel benieuwd. Ajit heeft de term hutspotgod bedacht. En dat is een god die je een beetje zelf samenstelt, zoals je ook een goede hutspot samenstelt. En waar ik benieuwd naar ben, is hoe je getroost kan worden voor iets wat je zelf hebt bedacht. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Thijs. Dat ik jou nog eens hier op bezoek zou krijgen. Had ik ook niet gedacht. Welkom. De buurman heet ook Barkas. Ja, daar woon ik boven. Dit is kantoor. Maar dat ben jij ook? Ja, natuurlijk. Maar daar heet je David. Ja, dat is mijn man. Daar staat ook een Joods teken. Dus ja. Het is gemengd hier. Ah, oké. Hutspotgod, hè, doen we hier. Dat is ook een trend. Alweer. Vast. Gaan we het over hebben. Nee, we gaan het niet over trends hebben. We gaan het over jou hebben. Oké, gaan we doen. Kom maar in. Dank je. Ajit, ik neem altijd een beeld mee bij dit programma. Ik zie het. Maar dat was hier niet echt nodig, hè? En het is al vol. En bovendien heb ik een broertje van hem daar staan. Maar wat doen al die beelden hier? Nou ja, die zijn deel van de entourage. Ik reis heel veel en ik... dat zijn niet mijn souvenirs. Maar ik koop dingen die mij raken. En dit beeld, dat zag ik in Friesland, in Leeuwarden. Want dat is een Jezusbeeld? Dat is een Jezusbeeld, dat zag ik in Friesland. En dat vond ik een hele mooie, verstilde uitdrukking hebben. Bijna Boeddha-achtig. Want ik heb ook een aantal Boeddha's. En hier achter mij staat Maria? Ja, ik zie toch nog niet snel iemand van de EO met Maria als op de achtergrond. Nou, dat wordt een mooi shot dan. Wel leuk. Maar precies hetzelfde. Diezelfde winkel in Leeuwarden. Maar die had hem gekocht in Frankrijk. En dan hier nog een altaar? Dat is een Japans tempelaltaar met inderdaad een Boeddha erin. Ja. Ja. Dus het is een heel gezin waar je in terecht bent gekomen. Alleszins godsdienstig? Nou, alleszins spiritueel, zullen we zeggen. Of hutspotgod. Dat is ook een trend. Alleszins spiritueel? Ja. En doe je wat met die beelden? Praat je met ze? Niet per se, maar ik mediteer wel veel. Ik moet natuurlijk zo ontzettend veel informatie tot me nemen. En het is een hele goede manier om dan zo af en toe introspectie zitten mediteren. Ik moet het eigenlijk twee keer per dag doen. Wat is mediteren bij jou? Hoe stel ik me dat voor? Gaan zitten in zo'n stoel, deze of een andere. Ik zoek per keer een andere plek. Voet op de grond, ogen dicht. En dan een mantra denken. Ik heb dat al mijn 14e geleerd. Je handen leg je neer? Handen liggen neer, de voeten plat. En dan het mantra, denk ik, dat is een woord in het Sanskriet. Dat heb ik toen geleerd. Want het moet een woord zijn dat je niet kent, dat niet iets betekent. Als je bijvoorbeeld een woord hebt als koe, dan krijg je allemaal associaties bij de koe. Dat is niet dus de bedoeling. Je moet geen associatie krijgen, je moet gewoon helemaal introspectie, je moet helemaal in jezelf. En dat woord, dat herhaal je dan steeds? Dat herhaal je steeds. En dan val je eigenlijk in een soort diepe slaap, is het bijna. Okay. 20 minuten ongeveer. Je moet er ook niet te snel uitkomen, anders krijg je barstende koppijn. En het aardige is, het is het equivalent van een uur slaap. En mijn ziektekostenverzekeraar, PNO, dat is ook die van jou, geeft nog korting. Ook als je dat doet, want je wordt minder ziek. Nee, serieus? Nee, maar dat is niet religieus, dat is puur fysiek. Ja, aan de andere kant. Of krijg je ook briljante ideeën daarna? Ik wel, ja. Het heeft hetzelfde effect als bidden. Het is toch introspectie. En je moet het eigenlijk twee keer per dag doen, zei je? Van wie? Transcendente meditatie is iets wat je geacht wordt twee keer per dag 20 minuten te doen. 's Ochtends voor het eten, voor het ontbijt en 's avonds voor het eten. Maar ik ben dan vaak op reis of onderweg, dus dan schiet het er wel eens bij in. Maar als ik het hier doe, dan vind ik dit wel een hele goede plek. Die beelden helpen je dan om rustig te worden? Ze helpen absoluut om, En welk van die beelden is dan het best? Maakt niet veel. Ik heb ze allemaal gekocht omdat ze me op een of andere manier raakten. Dat moet je dat vind ik, je moet alleen dingen kopen omdat ze je raken, omdat je ze mooi vindt, omdat je er wat mee kan. Ben jij gelovig opgevoed? Ja, ik kom uit een gemengd gezin. Mijn vader was moslim, mijn moeder was hindoe. Ze waren onderwijzers op dezelfde school. Ze werden verliefd op elkaar. In Suriname? In Suriname. Ja. Ze werden verliefd op elkaar en dachten, ja, twee geloven op één kus, dat wordt wel ingewikkeld. En zeker ook als ze kinderen zouden gaan krijgen, want wat zou moeten gebeuren. En het aardige was, ze gingen toen alle kerkgenootschappen in Suriname langs. De protestanten, de katholieken, de joden. En ze hebben er wel wat daar? En ze hebben er nogal wat daar, precies. En ze hebben allemaal gevraagd, wat is uw geloof? Beschrijf dat ons. Wat is uw verhaal? En waarom zouden wij ons moeten bekeren tot uw geloof? En toen hebben ze dat afgewogen. En uiteindelijk vonden ze dat de Nederlands hervormde dominee het meest overtuigend was. En toen gingen ze er ook helemaal voor. Jij bent echt hervormd opgevoed? Wij zijn echt, ja, met de Bijbel, met de zondagsschool. Ik heb het allemaal geleerd. In Suriname? In Suriname. En landde dat een beetje bij Ajit?
Op zich wel. Kijk, die Nederlandse hervormde kerk was wel een beetje stijfjes. Die was ook heel sober, heel wit. Dat was mij iets te... De katholieke kerken die waren wat barokker. Dat zou ik leuker hebben gevonden. Maar ik vond het wel interessant. Zondag was in Suriname in die tijd een hoogtijdag. Dan ging je echt... Iedereen ging uitgedost. Iedereen ging uitgedost naar de kerk. Piekfijn gekleed naar de kerk. Het was ook een ontmoeting met allerlei mensen uit de samenleving. Ook de kleine Ajit ging dan op zondag mee. Ging braaf met papa en mama mee. In een mooi pak. Ja, keurig opgedirkt naar de kerk. En kreeg je er ook iets mee? Ja, in het begin wel. Want er waren, kijk, die Bijbel is natuurlijk een fantastisch verhalenboek. En zeker ook voor kinderen. Hè. Mijn favoriete verhaal werd dat van Jona en de walvis. Eén, ik vond het een ontzettend leuk verhaal. Ook omdat de Suriname geen walvissen hadden. Dus het idee dat er een walvis bestond die zo groot was... dat je er als mens in kon. Nou, fantastisch. Ja. Maar ik vond het ook wel een heel mooi verhaal. En later, toen ik voor het eerst in India kwam... Want zag... even voor de duidelijkheid, Jona moest ergens naartoe... Weigerde dat, ging de andere kant op, kwam in een storm terecht. Toen werd er gedobbeld over wie is de schuldige. Jona bleek het te zijn. Die werd in zee gegooid. Precies. En die werd opgevangen door de walvis, opgeslokt... en vervolgens gebracht naar de plek waar hij van God naartoe moest. De stad die vernietigd zou worden als ze hun leven niet gingen beteren. Nou, allemaal prima. Vervolgens kom ik op vakantie in India... en ik zie in een hindoe-tempel van 2.000-3.000 jaar oud... dat hele verhaal van Jona en de walvis uitgebeeld. Vond ik bijzonder interessant. Dus ik vroeg dat en zei, nou ja, het is een heel oud hindoe-verhaal... dat waarschijnlijk via de zijderoute in het Midden-Oosten terecht is gekomen... en toen op een gegeven ogenblik toen de kanon werd samengesteld... en de Bijbel terecht kwam. Prima. Later hoorde ik een lezing van een hoogleraar, een walvisdeskundige... die uitlegde dat Jona niet in de maag zat, maar in de longen. En dat een mens... prima 3 weken in de long van de walvis kan zitten. Het is helemaal geen wonder. Het is helemaal geen wonder. Het is echt gebeurd. Althans, het zou gebeurd kunnen zijn. Okay. Want in die longen zit genoeg zuurstof, kun je prima doen. Je bent afgescheiden van het In een walvislong en kun je 3 weken leven. En er zitten leuke bacteriën om lekker... Het is natuurlijk geen haute cuisine, maar je kunt ervan eten en je kunt ervan leven. Maar zou je jezelf een gelovig jongetje noemen in die tijd? In die tijd wel. Bad je 's avonds voor het slapen gaan? Ja, maar dat moest ook. Papa en mama stonden met het liniaaltje klaar. Bidden voor het eten, bidden voor... Okay. Nee, bekeerlingen zijn altijd wat fanatieker in de leer. Hè. Als mensen net bekeerd zijn, dan wordt het wel helemaal erin geramd. Maar dat veranderde toen mijn vader alcoholist werd. En ja, wij dan lagen te bidden en heel gewelddadig. En wij dan in bed gingen bidden van, nou, laat er maar een eind aan komen. Er kwam geen eind aan, hij werd steeds gewelddadiger. Okay. En het hele toneelstuk op zondag in de kerk ging wel door. Ook met de dominee die er allemaal van wist. Want alcoholisme komt onder Indiërs heel veel voor. Dus dat is echt een heel groot probleem. Dat wist de kerk ook, wist de dominee ook, want die kwam ook op huisbezoek. En er werd nergens over gepraat. Het hele toneelstukje, iedereen opgedirkt en wat dan ook, werd allemaal gespeeld. En dan... zie je ook van het toneelstukje gaat door. Je bidt in de hoop dat het verandert. Het verandert niet. Dan denk je, nou, dan vervaagt dat. Toen vervaagde op een gegeven moment ook de bezoeken aan de kerk. Over welke leeftijd spreken wij? 12, 13. Want toen was je vader ook richting jou gewelddadig? Nee. Hij sloeg jou? Ja, en mijn moeder. Okay. Vooral mijn moeder. Die was echt het slachtoffer. Maar jij dacht, ik ga het aan God vragen of hij het op wil lossen? En dat deed hij niet. En dat deed hij niet. En later heb ik ook wel wat meer over gelezen. Want ik heb ook nooit begrepen waarom mijn moeder bij hem bleef. Ik denk, man, je slaat, dan ga je toch weg. Ja. Maar ja, een alcoholist en zijn vrouw, het houdt wel elkaar in stand. Ik heb er later wat meer over gelezen. Ja, het is toch een soort rare symbiose. Maar goed, dat is voorbij. Op een gegeven ogenblik, later begreep ik het ook wel. Ik bedoel, in die milieus wordt nooit gepraat over emoties. Wordt nooit gepraat over waar je echt mee zit. Dus waarschijnlijk heeft die man allerlei hang-ups gehad waar hij niet over kon praten, waar hij nergens mee terechtkomt, gaat dan zuipen, raakt dan helemaal buiten zichzelf het zal. Ik heb het hem ook wel vergeven. Het is achter mij. Ik heb is het goed gegeven. Gekomen tussen jullie? Nee, dat is nooit meer goed gekomen. Dat niet. Ik ben op mijn 18 uit huis gegaan. Hij is 2 jaar geleden overleden. Ik ben wel voor de begrafenis geweest, omdat mijn moeder dat graag wilde. Om haar tot steun te zijn. Met hem had ik niet zoveel. Want zij is nooit van hem gescheiden? Ze is altijd bij hem gebleven? Nee, ze is altijd bij hem gebleven. Maar ja. En jij bent nooit meer teruggegaan om met hem te praten ook? Nee. Echt niet? Nee. Oh. Nee, maar als ik klaar ben, dan ben ik ook echt klaar. Dat is je vader? Dat zal. Lijkt je op hem? Weet ik niet. Hij was tv-presentator in Suriname. Hij was onderwijzer en daarnaast was hij fanatiek dammer. Dat was echt zijn hobby. En hij had ook een tv-programma om het dammen uit te leggen aan de dus jongeren. Dus de ijdelheid heb je nou van hem? Ik ben helemaal niet ijdel. Ik heb maar 1 diamant. Valt best mee. Maar... maar misschien dat hij daarom ook zo mooi weer in de kerk speelde. Want ja, ze zien hem op televisie, weet je. Dan moet ik toch zondag in de kerk wel even braaf. Terwijl hij de avond ervoor zijn vrouw heeft geslagen. Ja. Nou, niet.
not my cup of tea.